Dit is JNN. Met verslaggeefster Iris Wubbe. Goedenavond, ik ben Iris Wubbe van JNN Jutberg News Network. Omdat er tegenwoordig zoveel commerciële omroepen zijn, is de Jutberg uitverkoren tot een proefgebied. Dit houdt in dat elke avond op dezelfde frequentie een andere zendgemachtigde te ontvangen is. Aan het einde van de week zullen we nagaan welke omroep de hoogste kijkcijfers heeft gehaald. Deze omroep mag volgend jaar de vaste zendgemachtigde worden op de Jutberg Radio Kampweek. We wensen u heel erg veel kijkplezier. Dit was Iris Wubbe van JNN. Zendamateurs, die zien er niet uit, hè, op je berg. Helemaal fout. En ze mogen zich ook echt niet meer in dit bos verstoppen. Ze moeten de straat op. Weet je wat ze dan doen? Dan gaan ze vossen jagen in het bos, hè? Gaan ze met een of ander apparaat, met een antenne, gaan ze een ander apparaatje opsporen. Het is echt zo kinderachtig. Nee. En ze zien er niet uit, joh. Nou, het lijkt gewoon wel of ze gewoon de kleren nog aan hebben die hun moeder vroeger voor ze heeft gekocht. Heel fout. En geen vriendin die ze even wijst op dingen. Nee, ze komen het bos natuurlijk niet meer uit. Nee. Wij moeten echt drastisch stappen gaan ondernemen. Ja. We lopen de hele dag te peilen en verder zitten ze een beetje achter de computer en te zenden. Nou, dat is vreselijk. Ik ben erg benieuwd naar die mannen. Eerst de beste die we zien, die grijpen we en die is van ons. Die is voor ons. Dan gaan wij eens even restylen. Die gaan we even watjes aanpakken. Kijk dit dan. Hier zo. Oh, dat geloof je toch niet. Helemaal fout. Nou, echt helemaal fout. Die gaan we pakken, hè? Dat is echt de ultieme. Die gaan we aankleden. Kijk hem nou. Zo, jongeman. Met zijn kassie op zijn buik. Jou wil je nou wel eens even spreken? Hé, hey. Wat ben je aan het doen hier? Zeker aan het vossen jagen. Nou, en je vossen te stoppen. Ik wil niet veel zeggen, maar je ziet niet uit. Nee, en, helemaal niet belangrijk. Ik moet die vossen hebben. Ding in godsnaam. Dat is mijn microfoon, dat kan ik mee. Ja, maar dat is toch, kan toch niet? Dat is toch helemaal niet fashionable? Dat is hartstikke mooi. Nee, moet je nou kijken, je loopt met zo'n ding om je... Oh. Dat shirt wat je aan hebt, dat kan niet. Die jas, je mag toch gerust een beetje gekleed gaan? Kom op, ga je zo ook over straat? Ja, tuurlijk. Als je naar de winkel gaat, ja, dan draag je dit. Kan je het er niet om boodschappen te doen? Om boodschappen te doen? Ja, tuurlijk. Wat moet ik anders in de winkel? Ja, maar kom op, je kan toch niet over straat? Schaam je niet? Dit is meen serieus, hè? Schaam je niet. Dit is zo 2003. Dat kan gewoon niet. En het spijkerhek, die is veel te groot. Dat kan niet meer. Dat wordt meer getailleerd. Ja, in de taille. Dit een beetje innemen. Ja. Nee, je moet er maar kijk, je lijkt wel een sloeber. Het ziet er niet uit. Nee. Draai eens om. Draai eens om. Hier, kijk. Niet zien. Hij draagt het niet eens. Dit hangt. Dit hangt maar. Dit hangt, ja. Dit ook. Nou, hier, een gescheurde tas. Kijk. Oh, klittenband. Een beetje zo. Kijk, en jaren 70, hè? Ja. Jaren 70. Dat kan toch niet meer? Nee, en het is al stuk ook. Dan gooi je het al weg. Dat moet, haar al gezien. Dit moet drastisch aangepakt worden. Oh, nou, ik weet het niet. Misschien is het al een hopeloos geval. Misschien is het een hopeloos geval. Ik denk dat we hem een kans moeten geven. Ja, ja. We kunnen het proberen. Ik denk dat de grootste uitdaging ooit, hoor. Daarom. Geloof dat maar. Dit gaan wij doen. Ja. Heb jij zin om met ons mee te komen? Om voor een drastische makeover? Nou, eigenlijk niet, want ik moet de vos nog hebben. Ja, die vos kan, die wacht wel op je. Er komt alweer een andere keer, een andere vosjacht. Nou, moet dat maar. En dit is de kans van je leven, hè? Wij vinden dit heel leuk om jou gewoon, anno, deze tijd, aan te kleden. Nieuwe kapsel erbij. Andere schoenen. Weet je hoe ze die schoenen ook wel noemen, joh? Sandalen. Nou, Jezus, slippers. Oh. Nou, het is echt verschrikkelijk. Dat kan niet. En met sokken al wel. Dat is echt fout. Mooie nette sokken. Sokken in slippers. Ik geloof dat je schoon bent. Maar sokken in slippers. Not done. Duw. Helemaal fout. Afgekeurd. Nou, kom op. We gaan er wat aan doen. Kom op. Mee. Kom mee. Bet, ik ben heel benieuwd wat we hier aan zullen treffen. Oké. Okay. Nou, ik vind de tie-dye shirt helemaal fout. Vreselijk, ja. Is geweest. Ja. Klaar. Die gaat met ons mee. Hup, in de vuilniszak. Okay. Op het. Die spijkerbroek, veel te hoge kont, daar krijg je mega huge ass in. Gaat ook met ons mee. Ja, en hij komt al. Die krijgt hij ook niet meer terug. Aan. Hier, moet je kijken. Dit is dus een prototype foute shirt waar de man in de kroeg mee loopt. Ja, dat kopen ze dan op vakantie. Denken ze dat het leuk zijn, hè? Met zo'n tekst, dat gaat ook niet meer. One vodka, two vodka, three vodka.
Je kan niet drop eens lezen. That. Nou, nou, drop weg. That ermee drop weg. That. Nou, ja, en die klaar. Vreselijke houthakkersblouse, nee. Dat is ook gewoon nat dan. Nee, dit gaat echt kan niet meer. Dit en dan is... dat flanel zo, hè. Ook, niet gaat hangen. Ook mee weg. Klaar. Nou, die stropdas. Nee! Oh, dat is toch regelrecht uit de jaren 80. Erg! Vreselijk, hè? Man. Nou, man. Ik heel zou fout. Zeggen, gaat mee. Weg ermee. Weg. Wat hebben die we schoenen! Hier? Oh, die schoenen. Nee. Hij heeft ze niet eens gepoetst. Helemaal afgetrapt. Nou, Pet, we gaan dit in het atelier nog maar eens goed bekijken. We zijn nu in het atelier aanbeland en we hebben hetgeen wat we in de Jutberg bij Johan eruit getrokken hebben, dat hebben we uitgezocht. Nada, wat mag jij houden? Deze blouse. Nee, kan niet. Kan niet. Weg ermee. Jaren 15. Wat zeg ik? Hij heeft dus 15 jaar. Ja. Stropdas? Oh, jij zei het al. Jij gooit hem al weg. Oké, okay, klaar. Spijkerbroek. Weet je, in combinatie met de rode schoenen en de blazer en de blouse krijg je toch verschillende stijlen bij elkaar. Ik denk dat dat iets is waar Johan van kan leren. Ik denk dat we die gewoon moeten houden en dan gewoon combineren met wat anders. Oké. Okay. Die mag die houden. Broek mag blijven. Mag blijven. Oké. Okay. Nou, jullie hebben het al over gehad, hè. Kunnen we lang of kort af en zijn weg ermee? Nee. Helemaal klaar. Helemaal klaar. Maar leuk combineren met de schoentjes en de spijkerbroek. Oké. Okay. Nou, die mag blijven. Oké. Okay. De schoenen mochten ook blijven. Ja. Maar die schoenen. Nee. Nee. We hebben het al uitgebreid over gehad. Oh, nee. Die moeten regelrecht de vuilnisbak in. We kunnen zo in de vuilnisbak hoor. Klaar. Ja. De tie-dye shirt. Of het tie-dye shirt. Dat gaat hem ook niet worden, Pet. Nee, hè? Nee. Dat was een paar jaar geleden. Nee. Nee. Ja. De blouse. Nou, dat is leuk op de spijkerbroek. Ja. Leuk met de gimpen. Dat vind ik. Dat moet kunnen. Ja, blouse mag je dat moet houden. Kunnen. Blouse mag je aan. Oké. Okay. Nou, nou laten we maar binnenkomen, ja, hè. Kom maar op. Kom maar op. We hebben een beslissing gemaakt. Dit is wat je mag houden. Het is niet veel, Johan. Wij zijn eruit. Wij zijn eruit. Die blouse mag je houden. De blazer, de spijkerbroek en de rode schoenen. Die mag je houden. Ja. De rest... Echt, Johan. Sorry hoor, maar jij hebt echt een nieuwe garderobe nodig. Dit pak hebben wij voor je uitgezocht. Wij willen graag dat jij dit pak gaat dragen. Dit is helemaal up-to-date. Die schoenen, helemaal goed. Helemaal goed. Ja. Combineerd met broek, pak, blouse, alles tip-top. Ziet er netjes uit, maar toch een beetje casual. Ja. Zijn ogen komen ook beter uit. Zo ook door het stofje, hè? De kleurtjes passen goed bij elkaar. Kan ik hier nou wel mee peilen? Ik bedoel, ik kan niks kwijt. Ja, maar dat gaat toch wel lukken, Johan. Ik heb nog een ander pak voor je. Ja. Nou, ben benieuwd. Proberen. Nou, kijk, dit is helemaal goed. Dit is helemaal goed. En met al streepjes zijn we helemaal in. Helemaal terug. Lekker nonchalant. Een beetje open laten. Maar kan ik hier nou ook mee peilen dan? Want ik bedoel, het is weinig zak, hoor. Daar kun je toch gewoon een leuk... makkelijke spijkerbroek voor aantrekken. Die spijkerbroek die je moet houden, die kan je ook dragen. Dit is leuk van als je lekker op straat gaat. Niet zo moeilijk doen. Okay. Het is ook lekker voor de zomer, Johan. Ja, ja, kijk, paars mag je tegenwoordig best in de zomer dragen. Hoef je helemaal geen zorgen over te maken. Geen het is hartstikke kleurtje in. Nee hoor, nee, maak je helemaal geen zorgen. Als je het maar op de juiste manier combineert. Dat is belangrijk. Ja. Ja, en dat je erin kunt peilen. Ja, is dat nou eigenlijk zo belangrijk? Ja, dat is natuurlijk mijn hoofddoel natuurlijk. Peilen. Wil dat, dat doe je, daar leef je toch voor? Ja, daar moeten we het misschien toch nog maar eens over hebben dan. Ja, met je familie misschien ook. Trouwens, Johan, dat haven, ja, dat kan ook echt niet meer, hè? Zal ik hem meenemen naar de kapper, Pet? Ik zou het zo niet, hè? Ja. Dit wordt echt... Nee, dit is niet op de lange tijd. Zo, we zullen hier eens even wat van gaan maken, hè? Wat hebben we gedaan? We hebben het wat korter gemaakt. Gel erin gedaan, baardje half kort. En met de gel hebben we gewoon
straks. Oké, Johan. Nou, wij zijn helemaal tevreden over jou. Je hele looks. Helemaal tip-top. Niks aan veranderen. We zijn erg enthousiast. Ja, we denken dat je helemaal wat geleerd hebt. En we hopen natuurlijk ook dat je het zo vol blijft houden met je kledingstijl. En we zijn heel benieuwd of dat gaat gebeuren. Vraag het me af. Ik vind het prachtig, maar ik wil wel kunnen peilen. Ik heb geen meter de spul. Kun je nou peilen? Loopt toch niet? Ik doe allemaal de spul ook helemaal niet kwijt. Bah. Helemaal niks. Ja, kijk, hier kan ik nog wel in peilen. Aan de weg. Het maakt zelf wel uit wat ik aantrek. Zo. Deze week nam de smaakpolitie een kijkje op de Jutberg in Laagsoeren. De zendamateurs hadden daar een jaarlijkse VZA Radio Kampweek. In eerste instantie is Rob naar de kantine gegaan van de Jutberg om te kijken hoe het daar gesteld is met de hygiëne in de keuken. Daar gaan we nu een kijkje nemen. Dag, goedemiddag. Goedemiddag. Dag, Rob Heus. Hallo. Mirjam, smaakpolitie. Hallo. Jij begrijpt natuurlijk waar ik voor kom. Ja, absoluut. Dus de volgende vraag zou meteen zijn, zullen we meteen een kijkje in de keuken gaan nemen? Nou, ga je gang. Dat mag. Nou, dan gaan we meteen eens even kijken. En loop je met me mee? Ja, tuurlijk. Het is hier, hè, denk ik. Ja, rechtdoor. Kijk eens aan, zeg. Nou, daar hoef ik mijn handschoenen niet voor aan te trekken. Dat ziet er eigenlijk best wel goed uit. Goh, nou, geef mijn handjes maar eens even wassen. En, helemaal perfect, hè? Helemaal perfect. Ik bedoel, het kan gewoon niet beter. Je hebt zelfs keus. Nou, dat kom je toch niet overal tegen. Zo, kijk eens aan. Dan gaan we eerst maar eens even fijne handjes wassen. Ja, en dan de zeepmachine, hè? En niet één zeepmachine, nee, twee zeepmachines. Ja, helemaal geweldig gewoon. Gewoon papiermachine erbij. Ja, ook, ik kan daar helemaal niets van zeggen, jongens. En hier hangt hij, de automaat. Zoals het hoort. Helemaal goed. Nou, hier word ik echt vrolijk van. Zo. Nou, we zullen eens even gaan beginnen. Nou, laten we maar naar de koeling gaan. Ja, is goed. Wil je mee even voor gaan? Ja. Kijk eens aan. Hier word ik nou helemaal vrolijk van. Moet je eens even kijken. Let op. Alle producten die in de koeling gezet worden, moeten voorzien zijn van een sticker. Nou, dat hebben jullie goed voor elkaar. Laten we maar eens even binnen gaan kijken. Ja. Nou, dat ziet er allemaal geweldig uit, moet ik zeggen. Netjes. Ik zie overal stickertjes op. Alles mooi afgedekt, hier ook. Je ziet het, hè? Gewoon netjes mooi afgedekt. Hier word ik echt vrolijk van. Hartstikke goed. We doen hem wel gauw dicht, want het wordt er natuurlijk niet kouder op, zullen we zeggen. Ja, die koeling was gewoon perfect. Groot plakkaat op de deur, overal stickertjes op, alles netjes afgedekt. Kan niet beter. Ja. Ja, dit is ook prima, hè? Bakplaat, hartstikke schoon. Patatjes in aanslag, ja, roosters, ja, dat is gewoon niks op aan te merken. Ik wil toch nog even in de keuken hiernaast kijken, als dat mag. Ja, het is netjes schoon. En hier de roostertjes ook, hè, wel bekend. Ja, helemaal goed. Ja, dit heb ik al gezien, hè. Gewoon vethelder, ziet er gewoon hartstikke goed uit. Ja, messenblokje,
Allemaal netjes schoon. Ja, en dan de friteuze. Nou, friteuze ook geweldig. Helder, ook netjes deksel erop. Was op dat moment even niet in gebruik. Ik ga nog even de koelkast kijken, want ja, je weet het hè. De rubbertjes. Nou, ja, dit ziet er allemaal prima uit. Hier heb ik gewoon echt helemaal niets op aan te merken. Ja jongens, ik vind het helemaal geweldig. Ik kan hier maar één ding op zeggen. We gaan de sticker plakken. Nou, Mirjam, ja? Mag ik jou van harte feliciteren namens de Smaakpolitie? Nou, hartstikke bedankt. Dat is hem, hè? Oh, helemaal geweldig. Jullie hebben hem verdiend. Dus ik ga hem hier opplakken. Kijk eens. Daar houdt hij. Helemaal goed. Dankjewel. Gefeliciteerd. Nu de Smaakpolitie toch op de Jukberg is, is het een goede gelegenheid om eens een kijkje te nemen bij de mensen thuis op de Jukberg. Rob ging op bezoek bij de caravan van Maarten en Raymond. En wat hij daar aantrof, dat tart werkelijk elke beschrijving. Goedendag. Hallo. Rob Heus, Smaakpolitie. Oh. Mag ik even binnenkomen kijken? Doe maar. Ach. Kijk uit, want het is een beetje rommelig. Goedenavond, Rob Heus, Smaakpolitie. Oh, die? Hi. Ja. Ben jij hier bewoner of de eigenaar? Ja, we hebben een feestje. Ja, dat begrijp ik. Maar ben jij hier verantwoordelijk? Of, ja, hangt er vanaf maar voor. Nou, ik wil hier even komen inspecteren. Oh, je mag in de koelkast kijken? Ja, precies. Nee, man. Ze willen in de koelkast kijken. Nou, de Smaakpolitie. Hallo, Rob Heus, Smaakpolitie. Oh, shit. Oh, goedenavond. Oh, welkom. Ja, je weet waarschijnlijk waar we hiervoor zijn. Ja. Maar ik wil graag even de keuken komen inspecteren. Ik ga eerst mijn handen maar eens even wassen. Ja, maar dan moet je even wachten. Zo. Wacht even, ik moet even een biertje tappen namelijk nog. Ik weet het niet. Anders dan... Het is niet echt hygiënisch als ik dit zo... Nou, dat valt wel mee. We hebben een feestje. Dus, als ik dit zo bekijk. Ach. Zo, mag ik eerst mijn handen maar eens even wassen? Want ik word er niet echt vrolijk van als het mij zo vaart. Ja, nou kijk, we willen het eigenlijk nog opruimen, maar ja, de feestje, je kent het inderdaad. Heeft u hier ook zeep? 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 Oeh, dat is lastig. Ja, hebben we zeep? Ja, even ja. Oh, ik zie hem al, hij is hier. Kijk, hebben we al, kijk, hier is die alsjeblieft. Nou, die zeep moest ook voor ver komen. Ja, ach. Zo, nou, ik ga eerst mijn handen maar eens even wassen, want als ik het hier zo bekijk, daar word ik toch niet echt vrolijk van, jongens. We moeten misschien een beetje spulletjes aan de kant schuiven. Ja. Puntje doet het nog, hoor. Okay. Heeft u hier ook wel ergens een handdoek? Oeh, nou, een keukenrol, Raymond. Ja, oké. Okay. Nou ja, goed, ja, kijk, u begrijpt natuurlijk wel. Ik begrijp het natuurlijk wel. Kijk, zo'n rol keukenpapier, daar, dat kan eigenlijk niet. Hè? Ik had eigenlijk verwacht dat hier gewoon een soort dispenser zou hangen. Ja. Dus het liefste als ik het de volgende keer weer kom te rolleren, dan wil ik dat... Ja, maar die handdoeken hangen buiten, het was nat. Ja, ik word er niet echt helemaal vrolijk van natuurlijk. Ik heb toch een aantal dingen gezien waar ik toch een beetje ongerust over ben geworden. Het welbekende handdoekautomaat was er gewoon niet. De handschoentjes zijn aan, we gaan maar eens even op inspectie. Ik denk dat ik vandaag maar eens even bij de koelkast ga beginnen. Ja, dat begint het alweer, hè? De rubbertjes. Dat moeten we toch wel wat beter de volgende keer. Want ja, ze zien er toch aardig oud en versleten uit. Kijk, je ziet het hier ook. Het is hier aardig kapot al. En ja, dat vinden bacteriën hartstikke leuk natuurlijk. Dat doet het toch prima, hoor. En ja, kijk, als ik dit allemaal zou zien, onafgedekte voedselresten. Ja, die is voor morgenochtend, voor het ontbijt. Ja, maar volgens mij, als ik hier zo aan ruik, dan is hij toch, ik denk dat hij toch een dag of drie oud is. Ja, dat kan wel. Maar dat kan wel. Ja hoor. Ja. En als ik dit zou zien, ik bedoel, ja, ham over... Ja, is heel lekker. Ja, dat was hij wel een maand geleden. Toen was hij nog vers. Nou, Maar ik word hier toch niet echt blij van, hoor. En ook gewoon... Maar het meeste hebben we nou niet nodig, joh. Ik bedoel, ik pak hier gewoon willekeurig een stuk sla. Moet je eens kijken, man. Het loopt bijna weg. Als dat... Dat is alleen de buitenkant. Dan moet je eraf halen, het schilletje. Je moet de buitenste velletjes moet je eraf gooien. En ook helemaal niets afgedekt.
En ja, ik ga ervan uit dat u het programma toch een beetje kent. Geen stickertjes, geen datum. Ja, ik ga niet overal sticker opmaken. Ja, nou, ik hoop dat dat de volgende keer toch wel anders is. In de koelkast hebben u ook kunnen zien dat het echt niet pluis was. Onafgedekte etenswaren. Etenswaren ver over de datum. Ik hoop dat het in deze kast nog een stukje beter is. Nou, misschien moeten we hier niet in zijn. Even. Ja, sorry. Nee, ik wil toch echt heel graag. Dat wil ik liever niet. Ik wil toch echt heel graag ook even in deze kast kijken. Oh, oké. Okay. Ja, maar deze reactie kan ik me wel voorstellen. Want hier lopen gewoon mieren, jongens. Ja. Nou, kijk, hier, kijk, daar loopt er alweer een. Ik begrijp dat jullie een hoop familie hier. Hier hebben. Ik heb hier een pakje jam van verdachte Duitse makelij, als ik het zo bekijk. Ah, misschien moet je die jam even aan mij geven. Ja, dat. Nou, kijk eens, jongens. Oh. Ik bedoel, de dode mieren drijven erin. Ik word hier echt niet vrolijk van. Sterker nog, ik word hier echt heel erg treurig van. Hij is toch best lekker, hoor. Ja, open zakken chips. Als je de bovenkant eraf haalt, is hij nog prima. Hier, kijk, en voor die pannenkoeken gewoon, dit is stroop over de datum. Jongens. Ik word hier niet vrolijk van. Echt. Je trekt een pot jam open, er staat gewoon dikte schimmel in. En er lopen mieren overal in de kast rond. Nou, dat is de biertap. Dat is de biertap? Ja. En wanneer heb je die voor het laatst gespoeld? Spoelen? Dan heb ik het nog maar niet over de biertap. De goede man weet niet eens dat je een biertap moet doorspoelen. Spoelen? Ja, sorry, maar daar schrik ik toch wel een beetje van. Zout spoelen. Ja, de bedoeling is toch dat hij gewoon elke dag na gebruik gewoon alle leidingen eventjes doorspoelt. Ja, maar alles weer lekker schoon. Hij is 24 uur in bedrijf, dus. Nou, als je dat al niet weet, ik vind het toch een beetje link. En dan moet je van die mensen, ja, die geven hier dus gewoon feest, hè? Avond aan avond. Ik vind dat, ja, ik word er echt niet vrolijk van. Mijn oog valt trouwens ook op deze ongelofelijke ravage die hier ligt. Ja, dat is de afwas. Ja, dat zie ik, dat het de afwas is. Maar het lijkt er een beetje op dat het de afwas is van een week of twee geleden. Nou, valt er mee, hoor. Of is het niet allemaal van twee weken geleden? Voor voldoende personen afwas in huis, dus dat sparen we een beetje op en doen we het in één keer. Ja, dat bruine spul, dat komt mij een beetje bekend. Nou, ik weet het eigenlijk niet meer wat het is. Oh, oké. Okay. Ja. Maar ik had toch graag gezien dat het een beetje beter wordt afgewassen. Ja, dan doen we dit een beetje daar. Ja. Maar toen ik net binnenkwam, heb ik ook een magnetron gezien. Ja, je doet heel goed. Mag ik daar ook eens even in kijken? Wow. Hij is stukker! Hij doet dat niet. Je moet aan de kant. Hij doet het gewoon van hier, joh. Nou, daar staat hij. Ja. Nou, dit is een. Ik weet het niet. Ik wil niet veel zeggen, maar kun je maar uitleggen wat dit is? Ja, er was iets ontploft. Maar dat laat ik zitten, want als je dat een paar dagen laat zitten, dan kun je het met een stofzuiger er heel makkelijk uithalen. En dan aan het laatste, op het laatst nog een keer, die magnetron. Ja, ik vind het idee leuk van, ja, je wacht even een paar dagen en dan kun je de rommel er zo uitzuigen. Maar ja, dat kan ik gewoon als smaakpolitie, dat kan ik gewoon niet tolereren. Oh, oké. Okay. Ja. Maar ja, ik hoop toch dat je daar de volgende keer nog wel wat, als ik weer terugkom, hè, want dat is dan de bedoeling, dat je toch even wat meer aandacht eraan besteedt. Ja, is goed. Oké. Okay. Rob, sorry, nou staat het te gaan, hè? Ja. Het is nou gezellig geweest. Kom op, maar hup, eruit. Eruit. Maar ik wilde nog even een vraag stellen. Nee, hup, eruit. Op Rotterdam. Ik wilde nog even een vraag stellen. Over dit, dat ziet er toch ook niet echt best uit, hè? Ja, maar dat is pas geleden nog vervangen. Ja, luister maar. Ik spreek dit met jullie af. Ik ga nu weg. Ik begrijp van jou dat ik nu weg moet. Maar ik kom van de week toch nog even terug om even te kijken of het dan allemaal een beetje verbetert. Nou, ik kan je vertellen dat het dan helemaal in orde is. Nou, prima. Het is nu tijd echt om te gaan. Ik geef jullie een hand. Dank jullie wel. Ja, dank je wel. De groet, hè? Dank je wel. Ja. En we gaan jullie uit ons doen. Doe je met een feestje. Okay. Sorry. Oh, wat ja, godverdomme. Hey, de portier niet vergeten, hè? Ik heb in ieder geval een afspraak gemaakt met de eigenaar. Ik kom van de week terug. En dan gaan we gewoon nog eens een keer even kijken of ze alles nu wel netjes voor elkaar hebben. Hebben ze het voor elkaar, dan krijgen ze natuurlijk van ons de welbekende sticker.